minute, yeah, 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 yeah. Take a minute, ooh. Take a minute, take a second, take a second, take a minute, take a second, take a look around, take a minute, take a second, take a look around, take a minute, take a second, take a look around, take a look around your town and enjoy the sound. Take a minute, take a gaze at this face, be amazed. Take time to spend your days mostly out of the maze. Hallo, ik ben Ali, ik ben 17 jaar oud en ik zit op het ROC Midden-Nederland, niveau 2. En ik doe de opleiding service medewerker. Hoi, ik ben Immer. Ik ben 17 jaar oud. Ik kom uit de wijk Liendert. Ik zit op de ROCMN. En ik doe de opleiding service medewerker niveau 2. Wij gaan vandaag onderzoek doen naar het hart van de buurt in Liendert. We zijn bij de Marokkaanse moskee. Dit is gewoon waar alles gebeurde, zeg maar. Gewoon waar we kwamen om te voetballen. Ja, het is zeg maar een beetje over. Als ik nu naar buiten ga met mijn vrienden, zie ik gewoon één keer in de zoveel tijd mensen voetballen. En dat in een hele kleine groepen, zeg maar. En in onze tijd, als je naar buiten ging en je ging gewoon het pleintje op en dan zag iedereen al gewoon aan het voetballen. Er is niet meer zoveel overgebleven, ja. De herinneringen, speeltuintjes, de flats waar we langs liepen, waar we hingen met de jongens, waar we voetbalden. Het is bijna allemaal weg. Het is allemaal bijna gesloopt. Veel mensen die lang hier in Liendert woonden, zijn eigenlijk al weg naar Vathorst, naar nieuwe woningen, nieuwbouwwoningen. Het was echt een hele leuke wijk. Een hele multiculturele wijk. Je had Nederlanders, je had alles. Je had alle nationaliteiten en ja. Je hebt niet zoveel mensen meer die echt een hart voor deze buurt hebben. We gaan nu naar boven. Beneden is een moskee, boven hebben we een stichting. Hier slapen jongeren tussen 12 en 18 jaar. Hier begeleiden we de jongeren een beetje dan met school, met huiswerk en hoe ze moeten gedragen op school, hoe ze moeten gedragen tegen hun ouders, tegen hun vrienden. En beneden hebben we de moskeeafdeling, daarboven hebben we dan de stichting Eemsoordafdeling. Dan hebben we hier twee slaapkameren, daar slapen ze dan. Hier slapen dan 14 mensen. Ja, en dan zitten wij nog hier van als ze slapen, want het zijn jongeren die dan in het lag niet slapen. Hè. Moeten we een beetje gaan helpen. Hierachter hebben we de kluisjes. Daar zetten ze meestal een schoolboek neer of de gymspullen neer. Hiernaast hebben we dan de grote leslokaal. Hier zitten ongeveer 10 mensen als we huiswerk gaan begeleiden. Dan zitten meestal, iedereen heeft een aparte tafel. Gaan we gewoon daar plaatsnemen. Ze gaan gewoon een beetje vragen stellen hoe het gaat, hoe wat je leuk vindt. De reden dat ik hierheen kwam is omdat ik vond dat ik meer toezicht moest hebben op mijn huiswerk en zo. Ik begon hier ook. En ongeveer in 2014 of 2015 kwam ik hier boven. Zat ik hier 2 maanden op. Ja, het was wel een leuke tijd. Het was gezellig. Het was echt gezellig, ja. Bent u hier alleen als begeleider? Nee, ik ben niet alleen. Ik ben wel de enige begeleider die dan hier, zou ik zeggen, echt 24-7 met de kinderen zelf zijn. Met hun slaap ik, met hun word ik wat wakker. Als we activiteiten doen, ben ik met hun wel een beetje. We hebben docenten die dan echt komen voor de wiskunde, docenten die echt komen voor het Engels, voor het Nederlands. Die komen dan echt op speciale dagen, zoals maandag in de avond komen ze, woensdags komen ze, donderdags komen ze. Hoe is de contact met de buren? Vroeger was het wat een beetje minder, heb ik gehoord. Wij zijn wat meer socialer geworden, zou ik het zeggen. Want wij doen ook meer met activiteiten zoals met de buurt. Wij organiseren buurtfeesten, zou ik zeggen. Daar verkopen we dan echt specifieke eten wat dan van de Turkse afkomst is. Daar komen ze heel graag naartoe. Wij nodigen ze ook uit. De open dag hier. We hebben open dagen hier, dat ze rondleiding kunnen krijgen. Dus door dit, doordat je hier op hebt gezeten, kan je later meer voel je goed naast oudere mensen. Meer zelfverzekerd, dan durf je te praten. En eigenlijk hier word je een beetje volwassen, standvast. Dankjewel voor je gastvrijheid. Dankjewel. Ja, geen probleem, altijd welkom. Ja? Oké. Okay. Ola, waren wel gekke tijden, ouwe. Zo, ja, grappig. Gekke tijden, Ola, grappig, ouwe. Zo zit ik nog zo. Dat was sowieso, bro. Gekke tijden, Ola. Nu, je ziet de Chink Boys, weet je toch? Die zitten hier nu ook op. Dan kijk je zo van, hé, wij zaten daar ook op. Mevrouw, kunnen wij wat vragen? Wat vindt u goed in deze wijk? Ja, ik vind dat het multicultureel is, vind ik heel erg leuk. Ja, mensen. Dicht bij de winkels, dicht bij de stad. De gevarieerdheid. Gevarieerdheid? Ja. Multiculturele samenleving. Je ziet van alles. Het mooiste hier is, veel van die mensen toch goed met elkaar, vind ik. Ja. Ze letten wel op elkaar, dat is het. Ze zorgen voor elkaar, hè? Ja, dat wel. En wat vindt u minder leuk aan deze wijk? Wat ik minder leuk vind, dat zijn de slechte bestratingen. Er is wel wat een beetje criminaliteit. Ja? Ja. Onveilige situaties 's avonds in het donker. Wel eens gehad dat er
iemand uit de struiken sprong. Gelukkig had ik mijn hond bij me, maar ik vind het niet fijn in het donker. Ruzies. Ruzies? Ja. Ja? Met andere mensen, vrienden en zo? Ja. Ja, maar kwam weer snel weer goed. Dus. Kwam altijd snel weer goed. Ja, ja, dat is snel. Ja. Lindert is ook volgens mij de enige wijk met zeg maar, veel grote flats in Amersfoort. Alle huizen in Lindert hebben een woonkamer aan de straatkant. En dat betekent dat als je in de woonkamer zit, heb je makkelijk contact met buiten. Ja. En dat betekent heel veel sociale controle. Dat betekent dat het een hele veilige wijk is in principe. Je wordt gezien. Je wordt gezien. En als je gezien wordt, betekent dat het veiliger is. Toen de wijk gebouwd werd in de jaren 60, zijn hier heel veel mensen tegelijkertijd komen wonen. En degenen die wat meer geld verdiend hebben, die zijn op een gegeven moment doorverhuisd. En dan zie je dat de prijzen van de huizen wat zakken. En dan zie je dat er mensen komen met een wat kleinere portemonnee. En dat zijn grote woningen voor sociale woningbouw. Dus daardoor is het voor mensen met kinderen een hele prettige, een heel prettig woningtype. Toen mijn moeder zwanger was van mij, kwamen ze hier in Lindert Noord wonen, zeg maar, van zuid naar noord. Ja. Ja, ze waren altijd in Lindert, dus ik ben ook altijd in Lindert geweest. Dus, Is de harmonie een beetje verdwenen? Zeg maar dat de, eerst was het echt dat de bewoners echt zo waren met elkaar, maar nu is het een beetje uit elkaar gegroeid. Het is wat uit elkaar gegroeid en je merkt dat de laatste jaren er ook veel meer zwerfvuil op straat is. Dus mensen ook minder zorg hebben voor hun omgeving. Kijk, als je verderop kijkt heb je ook garageboxen. Als je kattenkwaad uit wil halen is dat een perfecte plek, want daaronder ga je staan, er is niemand die je ziet. Je kunt daar een jointje roken, een biertje drinken of met een vriend of een vriendin dingen uithalen die niet iedereen hoeft te zien. Klopt. Bij de nieuwbouwhuis was dat ook zo. Onder die flats kon je ook alles doen wat je wou. Ja, dat is een hele prachtige. Voor jeugd is dat geweldig. Het was ook geweldig, maar later werd het erger. En God diende het als een achterstandswijk. Ja. En toen ging het er echt slecht aan toe. Veel politie in de wijk, ja, et cetera. En ineens, toen gingen ze die flatten slopen, omdat het zo slecht ging. Ja. Buurtbewoners altijd klagen. Ja. Dat was wel hele chaos in de buurt altijd. Ja. Echt. We zijn opgegroeid gewoon tussen al die jongens. En op kleine leeftijd hebben we alles gezien. Van jongens die drugs verkochten, alles hebben we gezien hier. Dus om dat te voorkomen hebben ze die flats gesloopt. Ik vind het persoonlijk wel jammer dat al die flats zijn gesloopt. En onze oude basisschool is ook gesloopt. De plek waar we hingen is ook gesloopt. Dus ja. Eigenlijk, als je kijkt naar Lindert, naar ons verleden, bijna kunnen we niks meer vinden. En dat vind ik wel doodzonde eigenlijk. Ja. Want, dat is wel jammer. Ze hebben meer aan hunzelf gedacht dan aan de buurtbewoners. Je ziet dat dat echt een gevecht is van gaan we de flats behouden of gaan we slopen, nieuwbouw plegen, laagbouw. En het heeft te maken met het type mensen wat er komt wonen. Mensen die meer een huis kopen zijn meer zelfverzekerd dan mensen die het huren. Als je een huis koopt, dan is het van jou. Dus je kan met trots zeggen dat het van jou is. En het is niet van de gemeente of de overheid. Maar als je het hebt gehuurd, dan is het van de overheid. Dus als je de huur ook niet betaalt, dan kunnen ze je ook makkelijk eruit zetten. Als alleen maar koophuizen waren, waren meer mensen hier in Lindert gebleven. Dan waren zeg maar, de oude gardes waren hier dan nog. En dat zou het misschien nog leuker maken. Als jullie nou de keuze hebben, hè? Straks. Als we zijn getrouwd? Of? Ja, bijvoorbeeld. Of je gaat in ieder geval je eigen huis, je eigen gezin stellen. Zou je hier terugkomen? Je bent deze wijk ben je gewend en eigenlijk kan niet anders. Een soort aquarium een beetje. Ja. Dat je een beetje alleen hier kan ademen. Ja. Maar ja, ik denk dat ik wel weg ga om eerlijk te zijn. Ja. Waarom woont u eigenlijk in Lindert, meneer? Ah, waarom ik in Lindert ben gaan wonen? Omdat het grote huizen zijn. Omdat het een open structuur heeft. Veel groen. Dus echt een hele groene wijk. Dat zie je hier ook, hè. En het is een wijk met een grote variatie aan mensen. Multiculturele wijk, je komt altijd van alles tegen. Multiculturele wijk, en ja, daar kun je altijd wel je vrienden en kennissen uithalen. Klopt, ja, dat zeker. En dan zie je dus dat mensen die gaan elkaar helpen. Nou, dat is Lindert. Dat is Lindert, ja. Harmonie, harmonie. Harmonie. Dit is, dit zijn gewoon de jongeren uit de buurt en zoals ik al eerder zei, harmonie, iedereen samen. Wij staan hier omdat wij hier een project draaien, ja? Dat heet zwerfafval. En wij gaan zo op pad en dan
kunnen jullie meelopen. Dan gaan we eventjes het zwerfafval bekijken. Ja. En dan gaan we dat constateren en doorgeven. Ja. Aan, doorgeven aan? Aan instanties, bijvoorbeeld de Alliantie of Rova of het beheerder van de worsten. Gaan ze die dan ophalen? Die, Ja, zij maken er werk van, ja. Hoe komen al deze jongens dan erbij, zeg maar? Nou, deze jongens zijn zelf ook gevraagd of ze iets wilden doen voor hun wijk. Want de jongeren zelf weten ook namelijk dat er een aantal problemen hier rond spelen. Waaronder het afval. Jongens, kom. Ben je dan doelloos op straat aan? Dan kan je een beetje nuttig bezig zijn. Klopt, het is maar een uurtje. Maar het is wel een uurtje wat heel nuttig is. Zeg maar. Je kan beter een uurtje heel nuttig zijn voor je wijk dan helemaal niets doen. Cool. Volgens mij was het van een jongen die tegenover mij woont. Hij had op Facebook gezet, keep calm and keep it clean. Ja, klopt. Met dat, die hesjes zo. Dat is die dat ons motto, dat staat op de achterkant. Ja. Kijk, nu maken we zeg maar een soort van klein bochtje. Dan gaan we eigenlijk achter de flat langs. Mensen hebben ook vaak geen idee. Ze gooien het hier. Ze denken het wordt gewoon opgeruimd. Kan ik jou vragen waarom veel jongens meedoen? Want dat kan je ook eigenlijk met z'n tweeën of in je eentje doen. Dat zou wel kunnen, maar voor het beeld is het goed dat wij meerdere jongens hebben. Maar ook mensen zien ook dat meerdere jongens uit de buurt gewoon bezig zijn, weet je. En dat kunnen ze waarderen. Daar komt veel waardering naar uit. Ja. Wat heeft jullie zo ver gebracht dat jullie zelf echt willen laten zien? Zo van, hey, dit zijn wij zijn niet slecht. Omdat de buurtbewoners over de jaren heen veel hebben geklaagd over de jongeren die voornamelijk hier wonen, de Horsten. En wij willen zeg maar een soort van tegengeluid laten horen. Dat we eigenlijk wel bezig zijn om de buurt leefbaarder te maken. Je kan je tijd ook aan anders besteden, bijvoorbeeld thuis PlayStation of chillen bij een shisha lounge. Ja. Bijvoorbeeld. Maar jullie doen dit. Bij dit werk heb ik een beter gevoel, zeg maar, omdat ik toch wel bezig ben voor mijn wijk waar ik ook in woon. En als ik zie dat hij er netjes uitziet, als alles hier netjes eruit ziet, ja, dan ben ik blij. Alongs, laten we even verder lopen. Ja? Heel veel karton. Ik zei het al, karton. Is heel veel, dit is wel heel erg. Ja, dus kijk, dit in het begin, toen wij net met die projecten waren gestart, zagen we dit alleen maar. Ja. We zagen niet alleen hier, maar ook bij de andere twee flatten. Alleen maar van zulke stapels. Afval. Nu is het wel minder. Dus nogmaals, omdat ze het weten, hè? Ze weten, maar ook omdat wij hier zo mee bezig zijn. Dus het heeft wel effect, zeg maar. Even een foto van maken. Doe je het als bijbaantje, als echt beroep? Of hoe zit dat nou? Of gewoon vrijwillig? Ik doe dit helemaal vrijwillig. Maar ik doe het ook graag omdat ik ken deze jongeren. Dit is natuurlijk ook mijn wijk. Ik woon niet bij de Horsten. Ik woon iets erachter, maar dit is ook mijn wijk. Dus ik wil ook gewoon dat mijn wijk gewoon er beter op staat. Dus ik doe het gewoon vrijwillig. En natuurlijk is het ook goed voor mij, hoor. Voor mijn cv. Omdat als ik later een baantje wil zoeken, dat ik dit maar als extra heb gedaan. Hoe meer je extra hebt gedaan, hoe beter eigenlijk. Want dat is beter dan doelloos iets gaan doen of de hele dag thuis zitten. Precies. Je betekent wel iets voor jongeren of voor de wijk. Precies. Meer dan een bewoner, je bent een beetje speciaal. Maar ik ben sowieso trots op mijn wijk, dat 100%. En sowieso trots op hun. Want er zijn. Tegenwoordig heb je geen jongeren die wat doen voor hun wijk. Het is alleen maar chillen. Snap je? Hun doen nog iets, ook nog in de kou. Ze proberen wat te betekenen voor hun eigen wijk ook nog. Ook nog hun eigen wijk. Als er ooit manskracht nodig is of zo. We zijn altijd in de buurt. Altijd, altijd. Wat het beste is, moet gedaan worden. Ja, Lindert. Harmonie, liefde, alles in één. Lindert, de wijk. Hart voor de buurt.